Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door benjijeenmodel.nl. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. Welkom bij wederom een aflevering van Clip en Klaar. Deze week in Clip en Klaar, de band Aparty. En je zult jou vragen, hoe kom je nou bij Aparty? Nou, dat zal ik je uitleggen. We hebben hier een stagiaire binnen het bedrijf, binnen IJTV, binnen Clip en Klaar. Dat is Jeroen Buskus, die zit eigenlijk alweer een tijdje hier op stage in het programma. Heeft menig Clip en Klaartje in elkaar geschroefd en gemonteerd. En op een gegeven moment kwamen we te sprake, kwammetjes op kantoor te sprake van Jeroen, wat doe je eigenlijk in je vrije tijd dan? Waar besteed jij nou je weekenden en je vrije tijd s'avonds aan? En toen kwam hij met het antwoord van, aan de band Aparty, daar speelt mijn vader in en ik ben daar toetsenman. En dat is echt een te gekke band. En toen ontstond hier gezamenlijk het idee om van die Aparty, om daar een leuke clip en klaar van te maken, om eens te laten zien wat zij nou eigenlijk precies doen. I never worked a day in my life. Ik heet Wim Nauws en ik ben zanger, arrangeur en muzikaal leider van de band Aparty. Aparty is een allround band, dus met een heel divers repertoire waar je proberen covers in een eigen jas te steken en daarmee het publiek een beetje een leuke avond te verzorgen. Dus met een feestelijk tintje, dat is wel erg belangrijk. We hebben dus een zeskoppige blazerssectie. Te weten twee trompetisten, dat is Herman Buskus en Wim Dame. Dan hebben we twee trombonisten, te weten Jeroen Geurts en Herm Jessen. En dan hebben we nog twee saxofonisten, Frank Hinze en Nico Wetzels. Verder hebben we een ritmesectie. Te beginnen met de bassist, Johnny Licotopessi. We hebben een drummer, Rien Kolster. We hebben een percussionist, Matt Tissen. Wat hebben we nog meer? Ja, we hebben nog een toetsenist. En dat is Jeroen Buskus, overigens een nieuw bandlid, de jongste. En op gitaar is het Mathieu Peters. Yes. We hebben nog twee vocalisten. Het is mijn eigen Lottie Boermans en ikzelf, Wim Nauws. Deze band bestaat al heel wat jaartjes en uiteindelijk is de band ontstaan op initiatief van een vroeger bandlid. Ik ben voor 10 jaar terug ongeveer ook bij de band gekomen, aangetrokken als nieuw muzikaal leider. En we benaderen gewoon de muzikanten die wij geschikt vinden voor de band. En toch tot nog toe gaat het prima. Vinden mensen het gewoon leuk om bij de band te spelen. Dus is wel leuk. Ja. Stop there. Ik ben Lottie en ik ben de zangeres binnen de band Aparty. Dus samen met Wim, de mannelijke vocalist, verzorgen wij het zangwerk. Ik ben door een lid van de band aangesproken toen ik hem tegenkwam. Ik kende hem van een vroegere baan. En hij vertelde dat de band waar hij in speelde, dat was een big band, met echte big band muziek. Die hadden een zangeres, maar die zangeres die was er vrij plotseling mee gestopt. En ze zochten een nieuwe en of ik nog aspiraties had en zo. Want hij wist dat ik zong.
En eigenlijk op dat moment wilde ik dat liever niet, want ik had toen nog een vrij jong kind. Maar het kribbelde. Dus ik ben toch een keer naar een repetitie gaan luisteren. En toen had ik zoiets van, nou oké, ik wil dat toch wel doen. Ik vind het toch wel heel erg leuk. Dus dat was toen nog van I've Got You Under My Skin en alle aanverwante liedjes werden gespeeld. Dus ik ben met die muziek begonnen bij Apathy. Het heette overigens toen niet Apathy. Het heette toen Havo Big Band. En die naam die ontstond, of die was ontstaan uit Harmonie Voorwaarts. Big Band. Dus daar hadden ze iets van, allemaal leden van de Harmonie, denk ik ooit, 40 jaar geleden bijna. Die hebben zich toen geformeerd tot een Big Band en onder die naam waren die actief. De band heeft een koerswijziging ondergaan, zeg maar. En dat is prima, want met Big Band muziek die we toen speelden, daar kon je wel een middagje wat ouder publiek vermaken. Maar een avondvullend programma, een feestje bouwen, bedrijfsfeest of anderszins, dat gaat niet. Daar kun je wel een beetje op dansen, maar dat swingt niet echt om flink uit het dak te gaan. Dus dat was op een gegeven moment de keuze. Wat doen we? Of door? Of een hele andere koers. Om ook aan het werk te blijven natuurlijk. Want het is heel leuk om te repeteren, maar je wilt het ook heel graag uitdragen. De liedjes arrangeer ik dus zelf. Dus dat houdt in, ik bewerk de liedjes voor de blazers. Ik luister naar de cd. Ik arrangeer de stukken uit voor de muzikanten. Dan is het op een repetitie altijd de vraag, hoe gaat het klinken? En eigenlijk de liedjes, de songs die het beste klinken en die het beste doen bij het publiek, vind ik ook meestal het leukste. Dus dat is een bevestiging van een bepaald geluid wat je met de band probeert te creëren. En als het publiek daar goed op reageert, dat geeft wel een kick, ja. En eigenlijk die liedjes doe ik het liefst. Dus of het nu Angels van Robbie Williams is, of een Limburgstalig liedje, dat eigenlijk maakt er niet zoveel uit. Dat is heel divers ben ik wat dat betreft. Het gaat denk ik meer om een stukje kwaliteit dan iets anders, ja. I never worked a day in my life.